Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de koterij. Amai, ik heb bijna geen stem meer. Je ziet het, mijn kamionet is volgeladen met materiaal. Inderdaad, Maker Faire Gent zit er al op. We zijn ondertussen maandag en ik heb al mijn spullen van mijn standje, van de koterijstand op Maker Faire Gent, heb ik nu in mijn kamionet geladen en dan ga ik nu terug in mijn kot zetten. We zijn ondertussen maandag, dus dat betekent Maker Faire Gent is achter de rug en ik heb niks gefilmd. Sorry daarvoor. Maar voordat je kwaad wordt op mij, er was gelukkig wel een cameraman aanwezig. De fantastische Jelle Laperre heeft van alles gefilmd. En die beelden ga ik wel al voor een stuk kunnen laten zien. Maar kijk, ik ga eerst een beetje materiaal uitladen. Ja? Goedemorgen. Ja, en nu komt het moment waarop ik vertel hoe fantastisch dit weekend was, hoe fantastisch Maker Faire Gent verlopen is, hoe ongelijk de afwezigen allemaal hadden. Maar ja, het is zo. De vorige editie was uitverkocht, deze editie was ook uitverkocht. We zijn meer dan verdubbeld qua bezoekers, 3500 tickets, meer dan 3500 tickets zijn er verkocht. Ah, het was allemaal goed, de sfeer was cool. Ik heb alleen maar lachende gezichten gezien, blije mensen, makers die onder elkaar, terwijl ze hun stand nog bemanden, ook nog eens crossovers deden, collabs. Het was echt fantastisch. De Nocturne, waar de megafoon van God ook stond, de Belgisch kampioenschap Power Tool Racing. Het was één weekend gezonde, fantastische makersgekte. En mocht je nieuwsgierig zijn hoe de megafoon van God het gedaan heeft, wel, hier is een kleine impressie. Ja, cool, hoe gaat het met jou? Cool, hè? En dat was nog maar het begin van Maker Faire Gent. Nu, ik heb dat feestje niet alleen georganiseerd, hè. Er zijn heel veel mensen die achter de schermen hebben meegeholpen. Ik denk vooral aan Davy en Stijn van de productie, die dag en nacht gezwoegd hebben om het tot het fenomenale festijn te maken dat het dit weekend was. En natuurlijk ook alle andere mensen van Working Class Heroes. Bedankt Crew Collective om alles te filmen. Eind deze week komt er een overzichtsvideo. En vooral de vrijwilligers, de builders, de makers, my army of makers, maar ook de vrijwilligers die dit weekend geholpen hebben aan de kassa en op andere plekken. Dank u wel, dank u wel. Jullie zijn de sterke schouders waar Maker Faire Gent op recht staat. Er komt deze week natuurlijk ook nog een recap op het einde van de week. Dus hou dat vooral in de gaten. Geef daar ook duimpjes voor. Maar ook, ik hoop dat je deze korte video leuk vond. Abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie volgende week voor een gewone koterij. Dat mag ook wel eens, hè. Tot volgende week!